Na een succesvol project in de Wolfskuil vorig jaar gaan de wijkreporters dit jaar naar Heeseveld. Kinderen tussen de 9 en 13 jaar leren in 8 workshops presenteren, filmen, interviewen en filmscript schrijven. Daarna gaan ze zelf de straat op om verhalen uit hun wijk vast te leggen. Woensdag waren Jopie, Dylan en Machiek bij Kwik, de oudste voetbalclub van Nederland. Ja, een wijkreport is zeg maar dat je in het wijk iedereen gaat reporten en interviewen en dat je er ook veel meer van leert. Hoe je moet filmen, hoe je moet interviewen en alle dingen. Zelfs over de clubs, zoals deze club, Kwik. Ja, ik vind het leuk om zeg maar later ook meer te weten komen over filmen, want ik wil ook YouTuber worden eigenlijk zelf. En ja, dat vind ik ook best wel leuk om met de camera dingen te doen. Hoe je moet filmen, hoe je moet interviewen. Ik en mijn vrienden hebben ook een YouTube-kanaal, daarom doen wij het ook heel graag. Ik ga bij Kwik allemaal vragen stellen met een interview. Hoe lang bestaat Kwik? Of wat is jullie grootste beker? Of hebben jullie wel ooit gewonnen met een beker? Zulke vragen.